Goedemorgen. Je kijkt naar het weerbericht van woensdag 14 maart van Weerplaza. Het wordt vandaag een mooie lentedag. Het is rustig en de zon die schijnt volop. Alleen in de vroege ochtenduren komt lokaal mist voor. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 8 graden in het noorden van het land, tot lokaal 12 in het zuiden. En de zon die schijnt vrijwel de hele dag geregeld. De wind draait naar het oosten en is hooguit zwak tot matig, rond kracht 2 tot 3. Vanavond blijft het droog, er zijn opklaringen en de temperatuur gaat dalen naar 5 graden in Groningen tot 8 in het zuiden en vannacht kan het kouder worden. Morgen zien we in het noordoosten eerst de zon geregeld, maar dat gaat betrekken vanuit het zuidwesten. In de ochtend regent het al in Zeeland, in de middag in een groot deel van het land, alleen het noordoosten houdt het nog lang droog. Vrijdag bereikt koude lucht het noorden van het land. Het wordt hooguit 3 graden. Het is bewolkt met nu en dan regen. En later kan de regen overgaan in sneeuw. Dan hebben we een koud weekend met 's hooguit 1 of 2 graden. Wel schijnt de zon geregeld. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.